Nou goed, nu tijd voor jouw column. Zeker wel. Stadgenoten, we naderen het einde van het jaar en dan wordt er altijd teruggekeken. En terugkijken, dat is nu sowieso al de politieke trend. Veel partijen scoren met hun retro-retoriek. Niet alleen in de top 2000 herleven oude tijden, maar ook in de voornemens van populaire politici. Grenzen dicht, geen Europa, de gulden weer terug, buitenlanders in het buitenland, stikstof en CO2 geen probleem, we stoken op olie en gas, derde publieke netweg. Alleen dat verbod op hoofddoekjes is dan weer raar, want ik kan me herinneren dat mijn Nederlands hervormde moeder heel vaak een hoofddoekje droeg. Zeker als ze haar haar had laten permanenten. Overigens een leugenachtig woord, dat permanenten, want dat moest toch weer eens in de zoveel tijd. Dus dat haar zat heus niet permanent goed. We hadden thuis trouwens ook een droogkap. Een mysterieuze omgekeerde emmer waar mijn moeder haar hoofd met krulspelden instak en dan op een stoel de libellen ging zitten lezen. Warme lucht welde op. Op verzoek mochten we wel eens heel kort onze hoofdjes in de droogkap steken. Dan werd je haast duizelig van de hitte. Helaas hing de droogkap in het slaggebied van de pingpongtafel. Die stond opgesteld in onze achterkamer en die door de hele buurt gebruikt werd, omdat ook bij ons een touwtje uit de brievenbus hing. Tijdens een van die sessies is met een flinke uithaal van een tafeltennisbedje, ik denk dat we mijn vader daarvan de schuld moeten geven, de plastic rand van de droogkap versplinterd. De warme lucht bleef zo niet meer in de kap. Maar mijn moeder, dochter van een timmerman, die toevallig ook nog Frans heette, was buitengewoon handig en fabriekte van een oud stuk oranje plastic en wat tape een nieuwe rand. Je kon er niet meer doorheen kijken, maar je haar werd wel droog. Zo werden in die tijd de zaken opgelost. Geen geweeklaag, geen slachtofferschap. Gewoon praktisch nadenken en soms genoegen nemen met iets minder. Dat zijn nou zaken die ik bij het huidige electoraat en hun rattenvangers wat minder waarneem. Denken jullie nou echt dat er met deze partijen een nieuw kabinet gevormd gaat worden? Iemand vroeg aan mij, hoe lang denk je dat de formatie duurt? Mijn antwoord luidde, tot de volgende verkiezingen. En dan zal de prille Tweede Kamer weer ververst worden, net zolang tot elke expertise eruit verdwenen is. Die is tenminste nog wel in de gemeenteraad, zeker op het gebied van ophef en vertier. Ruim voor oud en nieuw is het daar elke keer weer vuurwerk. Illegaal vuurwerk kan tegenwoordig trouwens worden ingeleverd bij het ADO-stadion. Ook niets nieuws, dat gebeurde vroeger ook al, alleen werd het dan gelijk afgestoken. ADO doet het best aardig, ze staan vierde, maar volgens de Belgische ADO-speler Waam herbergt het team te weinig klootzakken. Dat is natuurlijk ook de Waam-gedachte, dat je in het ADO-stadion weinig klootzakken zou kunnen aantreffen. Ik heb Aadje Mandveld nog meegemaakt en Lex Schoenmaker. Echt geen lievertjes hoor. Legendarische Lex was trouwens bijna uit zijn ADO-ambassadeurschap geschopt, maar dat is toch voorkomen. Hij mag blijven natuurlijk ook, omdat hij uit de goede oude tijd komt. Toen het Haga ziekenhuis nog gewoon het Lerkenburg heette en er nog geen tekort van 20 miljoen was. Dat heeft straks veel nare personele consequenties. Heel vreemd ook, want normaal gesproken zijn we blij als er iemand uit het ziekenhuis ontslagen wordt. We kijken terug, maar we moeten ook vooruitkijken, want de toekomst komt eraan, onstuitbaar. Onze kroonprinses is inmiddels ook alweer 20. Maar als ik haar was, zou ik voorlopig ook nog even terugkijken. Ten slotte van mij nog een klein blikje in de nabije toekomst. Straks in Straatwijs, ik zei net al, voormalig Haags gemeenteraadslid en thans Tweede Kamerlid Pieter Grimwis van de ChristenUnie. ChristenUnie of ChristenUnie, dat is alweer zo'n dilemma. We gaan het hebben over de Pomona-laan in de Vruchtenbuurt. Weten jullie hoe die in de goede oude tijd heette? De Pruimelaan. Inderdaad, denk ik voor mijn tijd. De Pruimelaan. Daarbij dachten veel Hagenezen meteen aan de Geleenstraat. Vandaar dat ze er al snel Pomonolaan van hebben gemaakt. Genoemd naar de godin van het fruit. Want ja, niet alles van vroeger was beter. Hou je Haags, kijk ook vooruit. Geniet van het goede. En tot snel.